is now on the beat. Naar Suriname. Yes. Ik kan niet wachten. Alles ging heel soepel. Eigenlijk komt hij voor 8 aankomen, maar het is kort over 7 geworden. Dus we hebben er ruim 2,5 uur over gedaan. Ik wacht nu op mijn oma, maar die komt me uitzwaaien. En ook om mij eventueel overtollige kilo's op te vangen, want ik ben bang dat ik over de 23 kilo zit. En mijn handbagage mag maximaal 12 kilo zijn. Daar zit ik wel goed mee, maar mijn luchtbagage is kilo. Ja, ik vind het heel spannend. Ik ben al ruim 3,5 jaar niet in Suriname geweest. En mijn moeder komt me daar ophalen en is het feest. Ik ben heel erg blij om haar weer te zien. En ja. Ik hoop dat het een zalige vlucht gaat zijn en dat alles soepel gaat verlopen. Dus we zullen het meemaken. Ik ga nu mijn visum kopen, dus goed is dat 20 euro. En dan komt er een stempel op mijn paspoort. Ik heb mijn toeristenvisum gehaald. Je ziet echt dat ik lang niet meer naar Suriname ben gegaan, want het is geen stempel, maar gewoon een kaartje. En ze hebben het wel duurder gemaakt. Want eerst was het 20 euro en nu is het 30 euro geworden. En zo ziet het eruit. Tourist card. Zonder dat kom je het land niet binnen, denk ik. Of je moet het daar halen. Volgens mij kan dat ook, dat je het daar haalt. Ik wacht nu op mijn oma, want dan ze komt met een trolley en dan kan ik mijn overtollige kilo's, 2 kilo's wat ik te veel heb, kan ik in die trolley zetten met mijn handbagage en dan kan ik mijn luchtbagage gaan inchecken. Ik denk dat ik wel goed ben, ik vertrek al 2. Maar ik wacht dus op haar. Ik ben nu mensen aan het kijken. Het is wel leuk om te zien al die vertrekkende mensen met koffers en al. Al die verschillende nationaliteiten. Anderhalf uur later vertrokken en het is nu 2:30, we gaan nu eten. Alcohol aan boord, jongens. Je zit helemaal hier in je drankje. Snijpert. Ja.
Hot. Mensen had hot. We hebben wel veel eten gehad. Gewoon tussendoor. En... gewoon veel tussendoortjes. Dan kregen we biscuit, dan kregen we weer een toetje, dan kregen we weer... Ik vond het best wel veel, hoor. We hebben twee keer een soort van toetje gehad. Ja, wel voor 550. Salade-achtig iets. Mag wel voor 550. Ja, maar... Het was niet denderend of zo. We kunnen ieder moment landen. Echt ieder moment. Super spannend. Het is al heel warm hier in het vliegtuig. En ik kan niet wachten om uit te stappen. Ik vind het echt spannend. Ik ben 6:30 en 9:30 in Nederland. We hebben 1 uur vertraging opgelopen. Maar we zijn er. Oh! Traditie dat je klapt wanneer je landt, dat is gewoon zo. We zeggen het is een traditie dat wanneer je landt, dat je gaat klappen. Dat vertel ik de kijkers. Oh ja, even opnemen. Ja. Ik vlog. Stoelmaatje. Vanavond hebben we gek doen. Wat zei je om de gek doen? Gek doen waar? Waar is het feestje vanavond? Ik ga onderzoeken. Ja, je moet het nog onderzoeken. Sherlock Holmes spelen. Ah, Sherlock Holmes. Dat komt toch goed, toch? Zeker. Dat komt alles goed. In december, wat weer nog doen. Alles komt op zijn pootjes terecht. Ja. We zijn. Na 3 jaar ben ik er weer. Het heeft te lang geduurd. Maar ik ben er. Dat is belangrijk. Ben je niet vergeten, Suriname? Ben je niet bepaald? Ik ga je omarmen. Ga je uitstappen? Long naar buiten. Doro. Ogen branden? Ja, heb je lenzen? Nee, ik heb geen lenzen, maar ik denk door de droogte in de vliegtuig en vocht. Ja jongens, ik ben niet aan het huilen, nee, maar het is heel erg vochtig, dus ik krijg traanogen. Oh! Probleem. Dankjewel. Nou, gewoon laat ik mijn paspoort op de grond vallen, echt niet iets van mij. Zo is het belangrijks. Ik ben nog in een gigantische rij staan. Ja, dit is naar de suite straat. Ja. Dus je luistert goed naar die woorden. Wachten. Ja. Ik moet even en dan de koffers halen en dan kan ik naar buiten. Het is hier al
al donker buiten. We kwamen in daglicht aan, maar het is nu inmiddels donker geworden. Suriname. Suriname. Wat is mijn moeder? Het is inmiddels donker geworden. Een paar uren geleden ben je nog in Nederland. Kaal, sjaal, muts en nu gewoon.